Dag beste maloten, dag beste tunnelvisionairs, dag beste vrienden. Dit seizoen van De Mol, iedere donderdag niet De Mol waarin we kandidatenpunten uitdelen om zo op een andere manier De Mol te kunnen ontmaskeren. Ben je nieuw of ben jij nog niet geabonneerd? Overweeg dat dan even te doen als je van mijn content geniet. Laten wij snel beginnen. Voor mij is niet De Mol nog altijd de beste manier om De Mol te achterhalen. Iedere donderdag neem ik de aflevering nog een keer met je door en kijk ik wie zich kandidaats gedraagt. De kandidaat met de minste kandidatenpunten maakt dus de grootste kans om De Mol te zijn. Logisch, want De Mol wil zo min mogelijk kandidatendingen doen natuurlijk. Ik ga bij het verdelen van de punten uit van de beste posities voor De Mol en wat wij zien als kijker. Dit hoeft achteraf niet altijd correct te zijn geweest, maar dat is wat we hebben, daar doen we het mee. We kijken eerst nog even naar de stand aan de hand van aflevering 1. Daaruit zagen we dat Bernard met 4 kandidatenpunten het minst waarschijnlijk De Mol was en dat Charlotte, Philippe en Stefanie allen zonder kandidatenpunten het meest waarschijnlijk De Mol konden zijn. Laten we aflevering 2 snel gaan ontleden. Een iets lastigere aflevering om kandidatenpunten uit te delen dan aflevering 1, gezien er en niks verdiend is en je bijna iedere actie van welke kandidaat dan ook 2 of soms wel 3 kanten op kunt redeneren. Toch gaan we ons best doen. De eerste opdracht, likken of stikken. Te beginnen bij Bernard, die de verdubbelaar niet inzet. Bij een opdracht met ijsjes, waarbij de temperatuur buiten erg hoog ligt die dag. Op zich een heel slim besluit, zowel om de verdiensten, die dan later meer kunnen zijn, maar ja, dat weet je als kandidaat niet, als ook om het weer. Maar wel een kandidatenactie, dus een kandidatenpunt voor Bernard. Stefanie die neemt een ijsje over van Coco die zegt dat ze het bovenste bolletje recht moet leggen. Stefanie doet dat vervolgens direct en doet dat ook goed, waardoor haar ijsje, die van Stefanie, wel volledig heel bij Gilles aankomt. En die van Coco natuurlijk niet, weten we. Maar ook het voorstel is een goed voorstel van Coco. Zou je als mol niet doen. Dus ook een kandidatenpunt voor Coco. Dus kandidatenpunt voor Coco en voor Stefanie. Dan Philippe, die oppert richting het einde van de opdracht om de airco in de auto's zo laag mogelijk te zetten, zodat de ijsjes zo koud mogelijk kunnen blijven. Nou, top idee. Ook Lin oppert dit idee. Wie van de twee er eerder was, dat weten we niet. Kandidatenacties dus. Dus een punt voor zowel Philippe als ook voor Lin. Dan Charlotte, die spreekt Michael hard toe bij het vangen van de ijsjes als hij niet aan het opletten is en te gefocust is op Stefanie, die op dat moment instructies aan het geven is. Kandidatenactie om de boel te laten vlotten. En ook zit Charlotte bovenop Coco wanneer die fout aan het likken is aan de ijsjes en corrigeert haar direct, correct. 2 kandidatenacties van Charlotte, 2 punten voor Charlotte. En dan de puzzelaars. Wanneer Senne met Lin aan de schakelkast komt te staan, blijkt Lin er niet zoveel van af te weten. Zo zou Senne, als hij de mol zou zijn, vrij spel hebben. Maar toch maakt hij hier, volledig in zijn eentje dus, steeds de juiste keuze. Erg kandidaats. Uiteindelijk in de auto's met de ijsjes mag hij van Caroline 1 van haar bolletjes aandrukken. Dit doet hij rustig, netjes en met beleid, dus ook een kandidatenactie. 2 kandidatenacties, dus 2 punten voor Senne hier dus. En dan opdracht 2, kom niet langs start, ga direct naar de gevangenis. Hoe bedenk je ze toch? Lin die zorgt er op de begane grond voor dat ze relatief vlot verder kunnen naar de tweede verdieping. Door 4 van de 5 stellingen correct naar beneden te trekken. Zelfs tegen de wil en de vraag van Coco in, om niet zo proactief te handelen en even af te wachten. Punt dus voor Lin. Bernard en daarna Coco opperen beide de stelling dat Senne kan helpen wellicht met de ventilatoren. Kandidatenactie uiteindelijk dus om tijd te kunnen winnen in plaats van tijd te kunnen verliezen, ook al wordt er op dat moment nog niet echt naar ze geluisterd. Puntjes voor Coco en Bernard.
Michael dan, die wijst anderen erop dat er een portofoon is om met Senne te communiceren. Niet kort daarna reageert hij op Caroline die zegt dat de ventilatoren op een bepaald punt ophielden met blazen, door te stellen dat dat met Senne en zijn knop te maken kan hebben. Zo zorgt Michael er dus uiteindelijk voor dat de groep dat gedeelte wel volledig doorkrijgt en dat ze dat gedeelte ook daadwerkelijk kunnen gaan afronden. Kandidatenactie van Michael. Op de tweede verdieping vinden we ook een lichte kandidatenactie van Philippe. Bij het aansteken van de kaarsen van mensen die nog nooit in de gevangenis hebben gezeten, is hij er op gebrand, dat goed te doen. Dat doet hij dan ook. Dus een kandidatenactie van Philippe. Puntje dus voor Philippe. Senne dan, die ontdekt, wanneer de groep moeite begint te krijgen met de tweede verdieping, de songteksten op zijn muren. Die hij dan ook direct begint door te geven. Mede daardoor, niet alleen, maar mede daardoor rondt de groep de tweede verdieping correct af en kunnen ze bij Senne terechtkomen. Senne had ook de teksten lekker kunnen laten voor wat ze waren. Of juist te sturen richting die teksten als mensen die aangestoken moesten worden, in plaats van de mensen waar je vanaf moest blijven. Dat deed hij dus niet. Hij deed het dus juist eigenlijk in het voordeel van de groep, kandidaats dus. Ja, en voordat ik hem een punt geef, er is nog meer kandidaats te vinden bij Senne. Hij geeft namelijk 2 maal toe dat hij een waaier en een drukknop heeft staan en niemand gaat daarop in. Dus laat hij dat uiteindelijk maar los. Maar hij geeft het wel 2 maal aan. Als Michael vervolgens vraagt naar de waaiers en hoe die uit te zetten zijn, dan heeft Senne direct de link gelegd, weet hij direct wat er moet gebeuren en doet hij dat dan ook. Dus wederom kandidaats. Dus in totaal 2 punten erbij voor Senne bij deze opdracht. De derde opdracht dan, de doos van Pandora slapen. Als Lynn nog aan moet komen en alle anderen zijn er al, dan is het Stefanie die direct het kamernummer van Lynn de groep inslingert. Kamer 14, kamer 14! Als mol, dan zou je de groep lekker laten doen. Laat het maar op zijn beloop, laat ze maar aanklooien. Kandidatenactie dus van Stefanie. Puntje erbij. Verder schiet Michael als een gek de kant van Lynn op om haar op te gaan halen. Neemt haar zelfs mee op de rug en chase terug naar de doos om het leeglopen van de groepspot te kunnen stoppen. Ja, hij heeft er wel mede voor gezorgd dat de groepspot leeg werd getrokken, dat klopt. Maar hij had hier niet per se zo gigantisch snel Lynn op hoeven te halen als hij de mol zou zijn. Dus toch een kandidatenactie, dus ook een punt voor Michael hier. En daarmee hebben wij alle opdrachten gehad en kunnen we de balans gaan opmaken betreft onze kandidatenpunten na aflevering 2. De punten van de vorige aflevering die blijven natuurlijk ook staan en dan zien we dat het minst waarschijnlijk de mol, dus de meeste kandidatenpunten, liggen bij Bernard en Senne. Met ieder 6 kandidatenacties na 2 afleveringen. De minste kandidatenacties, dus het meest waarschijnlijk de mol, zijn momenteel, je raadt het nooit, Philippe, Stefanie en Charlotte met ieder slechts 2 kandidatenacties. Allemaal acties uit aflevering 2. Wat dat betreft bijna dezelfde uitkomst als aflevering 1 met betrekking op wie het dus wel zou moeten zijn. De punten liggen nog relatief dicht bij elkaar, maar er beginnen al wel wat dingetjes zichtbaar te worden. Ik ben heel benieuwd hoe we na aflevering 4 of 5 ervoor staan met de punten. Dat was het voor Niet de Mol na aflevering 2. Morgen behandel ik de leukste en meest bijzondere reacties op al mijn video's van deze week. En zal er voor mijn Patreons een extra aflevering van Tunnelvisie verschijnen op patreon.com/widmtv. Mocht jij ook Patreon willen worden en daarmee mijn volledige kanaal willen steunen, klik dan even op de link in de beschrijving. Abonneer mocht jij dat nog niet hebben gedaan. Deel de video alsjeblieft met al je medemaloten. En dan zeg ik vrienden, tot de volgende keer.